It's your boy Excellent Partial Battles Next Gen finale event, final event. Met een van de main events van vandaag. Shit wordt sowieso crazy. Librano, what's up? Yes, Librano, laatste event, maar we willen nog steeds dat je ons volgt en abonneert op ons kanaal. Want sowieso nog meer content op het kanaal, dus volg sowieso. Yes, sir. Rapper aan mijn rechterkant, what's up? Waldo, check de album vol schaapskleren op iTunes, Spotify, etc. etc. Also, kan er iemand even wat drinken brengen? Ik dorst. Let go! Yo, het is je boy Mitch. Check allemaal even mijn social media. Mitch Music, POB op alle kanalen. Check ook even Mitch Music op YouTube. Abonneer op mijn kanaal. Komt binnenkort een dikke EP aan. Dikke SO, Nadella Deep Beats. Punch out, laatste event. Laat je allemaal even horen! Eerste ronde dus op Waldo. Als jullie nog een klein beetje extra energie geven, let's get it, man. Waldo. Yo! Eindelijk een battle tegen die spacer, jongen. Je zei vandaag dat je ziek was. Ik vond het tijd op dat je beter moest worden. Ja, eindelijk kom ik die. Het wordt tijd dat ik die pauper sloop. Je loopt in reflecterende kleding omdat je anders onder een auto loopt. Ik kreeg een berichtje van Ikey. Mitch is down, ik wil die battle zien. Ikey met zijn taalfouten. Hij bedoelde, Mitch is de downie van de battle zien. Maar battle rap heb ik een gave. De crowd gaat uit zijn fucking plaat. Jij hebt die gave in mindere mate. Jij bent zwak begaafd. Ik kreeg hier ooit een 9,6. Het hoogste van elk individu. Het enige waar jij een 9 voor kan krijgen, dat is voor IQ. Je doet je voor een stoere rapper, maar bent niet hard in het echt. Je zal nooit harde lines droppen omdat je zwakzinnig bent. Mensen checken mij en denken, damn, zo oud is die. Mensen checken jou en denken, damn, zo autistisch. Je stijl is played out als een slow it down. Ik zei, mensen checken jou en denken, damn, zo oud is die. En ik checkte je tracks, het was belachelijk en triest. Mongolen horen niet te rappen, want dat past jullie niet. Mitch heeft het meeste talent van alle MC's. Je bent een bitch die niks in de scene te zoeken heeft, als Funke Louise. Yeah. En uiteraard moet ik die gek hier haten. Want jij bent net zo irritant als mensen die door de battle praten. En ik heb het zelf ook wel eens gedaan als ik me niet vergis. Maar als je een voorbeeld aan mij neemt, ben je net zo'n debiel als Mitch. En ik ga nu wel spijken hard los op deze lijpe man. Maar trek het je niet aan, Corky. Life goes on. Let's go! Jij rare, halve garen, zwakbegaafde, kale, bejaarde, zonder haren. Voor jouw uiterlijk zou je je dood moeten schamen. Wat schaamde? Nee, ik kan nu even niet praten. Dat was de bejaardentaxi, Waldo, ze komen je zo ophalen. Jij woont in een bejaardentehuis en ligt de hele dag met een luier op je bed. Waldo had laatste foute bingo. Eigenlijk moest hij zingen, maar hij begon meteen met rappen. En sindsdien wil geen enkel bejaardentehuis die demente kankerdebiel nog hebben. Want jij hebt geen haar op je hoofd, meneer. Heb je met ontharingscreme je hoofd beseerd? Of met een tondeuze je hoofd bezeerd of kreeg je een chemokuur voor de zoveelste keer? Want je bent 80 nu, je bent 80. Je bent 80 nu, je bent 80. Je bent 80 nu, je bent 80. En je hele uiterlijk is verkankerd. Jij naakte molen, kankergezwel, lopende herpes. Weet dat je alleen sterft, bitch. Kijk je daarom horrorfilms?
omdat je dan het gevoel hebt dat er nog iemand onder je bed ligt. En fuck die internethaters die huilen. Stoer praten, maar zich achter internet verschuilen. Gebeurde 3 live? We krijgen jullie vieze vuisten. Ik zoek je IP-adres op. En ik ga naar één van jullie huizen. Neuk je moeder terwijl ze ongesteld is. En laat je zusje het bloed van mijn penis kruipen. Dat was niet de bejaardentaxi, maar je eigen lubbebusje. En zeg eens eerlijk, kwam hij met vuur? Als ik niet al doof was, dan ben ik het nu. Jij woont op een zorgboerderij. Betekent dat niet dat je al lang thuis moest zijn? Eerst straks corvée krijgt als straf omdat je te lang buiten blijft? Je krijgt daar de liefste zorg, zodat je goed terechtkomt. Terwijl een normaal mens het liefste zorgt dat hij daar nooit terechtkomt. En er is daar genoeg te eten, zodat je nooit verhongert. Elke dag een Big Mac met friet, daar op de farm van Old McDonald's. En nu heeft hij wat geld in zijn zak, gekregen met wat erfenissen. Niet dat er iemand dood was, hij heeft het gekregen met wat erfenissen. Gevaar een vuist op haar ogen. Natuurlijk moet je je pontjespiegel testen, maar dit is niet de juiste methode. Je lag niet in je moeders straatje, maar in je moeders schoot. Je zat nooit op je moeders schoot, was meer een type die op je moeders schoot. Jouw opvoeden, dat ging niet. Vandaar dat je moeder je loskoppelt. Het ging van opvoeden naar opfokken en van oplawaai naar oprotten. Je verloor van... Je kreeg pakkie van Keus en Giant. En sinds die shit gebeurde is hij sick en neurig. En nou zit hij in de put als de Ninja Turtles. Ja, hij verloor 2 battles en nou brengt hem dat tot woede. In battles was je ongeslagen, in tegenstelling tot je moeder. Jij brengt doof in mijn bars als de Baja Beach Club. Jij komt alleen met foute bars als de Apres-Curiet. De battle scene is mijn empire, waarin ik rappers van de map veeg. Er waren 2 rappers tegen wie ik liever wou, dus Mitch is mijn plan C. Ja. Oké, zijn we allemaal ready? Ja! Ja. Let's go, guys! Pakken! Oké, okay. Popjong verscheurde een foto van je overleden kat en je klapte bijna zijn kaak dicht. Maar je deed niks toen Gino een hele ronde over je overleden maas spit. En daarover ben ik best wel verontwaardigd, want je bewijst dat een overleden kat meer dan je overleden moeder waard is. Ik vroeg laatst aan Waldo, zou ik het tegen jou ver kunnen schoppen? Schoppen? En ineens was Waldo vertrokken, hij ging als we gaan slaan en lopen meppen, geef ik mezelf wel gewonnen. Karate Batty Boy. Hij gaat mijn vriendin killen op haar handicaps. Dat maakt jou niks meer dan een nazi. Ik kom op met de rechten voor mijn vrouw. Dat is emancipatie. Maak Karate Batty Boy mij boos? Dan doe ik wat Matar D bij Naji. Trap deze neppe rapper uit plan C. Dat is een evacuatie. Wat jij denkt van je chopper? Dat kan ik zeker niet aanzien. Mijn vriendin de paus te zijn bekender dan je gehele reputatie. Met je kleding van de zeeman. Het is niet eens heel duur. Rare bril op dat kale hoofd en een scheef postuur. Door de bier uit zijn adem, heel erg zuur. De enige uitstraling die je hebt, dat is je chemokuur. Want Waldo heeft haaruitval. Door zijn ziekte gaat het best wel slecht. Ik zou kunnen zeggen dat je kanker hebt. Maar dat werkt niet bij deze vent. Omdat je zelfs voor een kankerpatiënt te lelijk bent. Taai. Derde laatste ronde, Waldo. Let's go. Tijd
Je bent hier altijd met je chick. Dat is voor een battle rapper niet bijste slim. Het is dat ik haar ook een lijpert vind, en dan zou ik denken dat het je begeleidster is. Ja, ik wist dat jij een mietje was toen ik jou voor het eerst met ietje zag. Ik dacht, nu is Insano niet meer de enige die op travestieten valt. Ja, ik wou het eigenlijk niet laten rijmen, mietje en ietje. Totdat ik besefte dat mietje en ietje ook ruimt op verliefde debielen. Dat kon ik toch niet laten schieten. Ik praat soms over vriendinnen neuken, maar de jouwe, daar wil ik geen seks mee. Ik zing nog liever The White Man Marches On tijdens Kwaku in Blackface. Dus het is logisch dat je haar kent van de zorgboerderij. Ze pakt dit shine in die battle tegen Giant. We lagen in een deuk, wat een lol. Je was even de Lord of the Ring door die reus en die trolls. Ja, als je met zijn vriendin begint die boos te staren. En dan raak ik in de war. Ik dacht dat mijn goldjes altijd vrolijk waren. Ja, dat is jouw imago. Ik ben een Mongool, zelfspot. Nee, je bent niet vet. Dat je daar zelf steeds naar refereert is juist kankerwack en heeft geen reet te maken met battle rap. Doe net alsof je de beste bent. Je fans zijn geen oprechte fans. Je hebt ze alleen omdat je melee hebt gewekt om misbruik te maken van je handicap. Subsidie voor je krijgt. Zo zit Waldo achter de kassa. Piep. 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 Dat wordt dan 10,95 euro. Maar jij wordt alleen maar een lange piep als ik afgerekend met jou heb. Waldo de kassière. Je bent oud en verrot. FIFO vullen. Want je wordt opzij geschoven als er een nieuw product in de schappen komt. Oh. En ja, ik ben een retard. Maar jij chokte tegen Insano en pakte tegen Chopper je telefoon erbij. Dus die twee hersencellen die ik heb, werken beter dan je opa brein. Oh. Jij loopt een lijk. En mijn films is alles wat die opa kijkt. Maar het is nog geen thriller, omdat je de DVD-hoes niet met die Parkinson handen open krijgt. Ik hoorde Waldo spitten op een track. En even eerlijk, het luisteren was het niet waar. En dan nog janken over 101 bars dat je daar niet staat. Je rijmschema's waren niet aan. Je was triest gaar. Het was beter geweest dat je chokte en niet praat. Ik vind zelfs dat Femke Louise nog betere muziek maakt. En ik weet de afkorting van jouw naam. Ja, werkeloze, armoedzaaiende, lelijke, domme opa. Want het gaat slecht met Waldo. Dat is wat hij op Twitter aangaf. Gestopt bij de Albert Heijn. Omdat hij tot werken niet in staat was. Slik medicijnen. Zit bij de psychiater op maandag. Je bent een baby. Want je jankt om aandacht. Ik kon dit kleine kind vermoorden alsof ik Jedi en K was. Oh. Want jouw ouders liggen in een kist. En ik weet dat je bij een psychiater zit. En dat je medicatie slikt. Je drinkt liters bier.
En op een dag gaat dat mis, dus blijf maar janken. Dat je leven zo tragisch is, ik heb een troost voor je. Als je doodgaat, is het tenminste niemand die je mist. Want ooit was je mijn idool, Waldo. Je was motherfucking goed met bars. Battle rappers, jij hebt er een boel geslacht. Kijk wat er nu van je is geworden. Een werkeloze zwerver die moet bedelen bij de voedselbank. Wat je met een lelijke zwerfhond. Ik wou dat jij gaan doneren aan het kankerfonds, maar ik ben bang dat het bij jou terecht komt. Ja. Want jij bent zo lelijk, zelfs plastische chirurgie gaat je niet redden. Jongen, jouw wallen zijn zo groot dat je eigen moeder erop had kunnen werken. En dat deed deze opa zeker wel pijn. Weer bewijs dat mobiele telefoons en demente bejaarden geen goede combinaties zijn. Want ik belde Aiki op. Ik wil een battle rap veteraan. De doofste battle neerzetten in Nederland met de beste tegenstander. Krijg ik een of ander werkeloze sloeper die zelfs een battle tegen Chopper verkankert. Hey Aiki, bedankt hè. Want mijn vriendin wordt hier altijd keihard gedist. Om een puisten en chemicale fratten. De jury en de organisatie vinden dat altijd heel erg grappig. Om de meest gemene dingen zie ik die motherfuckers lachen. Dus het wordt nu tijd om hun en hun familie aan te pakken. Want eet je een puisten? Bars! Ja, dat vindt de jury erg nice. Jij hebt de lichaamsbouw van een zwijn. Jij hebt geen ontbijtkoek, maar jij eet koek als ontbijt. Jij hebt veel te bolle, opgezwollen, ronde jongen. Jij hoeft nooit te lopen naar huis. Jij kan ook gewoon cholesterollen. Giant? Yeah.